Yes, welkom iedereen. De laatste spam van dit jaar. Ja, 2006. Ja. 2007 komt eraan. Ja, en 2008 ook. Daarna. Daarna weer. Ja. Zo kun je nog uren doorlullen. maakt niet uit. We hebben een heel druk programma, hè? Ja, we hebben een heel vol, erg goed programma. Al zeg je het zelf. Ja. Zullen we dan maar gewoon beginnen? Ja. Hè? Eerste gasten. Omroep Brabant brengt een nieuwe serie, nieuw programma, en dat heet Road to Reality. Moet in het Engels, kan niet anders. Weg naar de werkelijkheid leek me ook heel mooi. Idols. Er zijn verschillende mensen, jonge mensen, uitgezonden naar verschillende plekken op de wereld, om dan met een cameraatje in stellen van twee, daar door hun ogen aan ons te laten zien wat je daar meemaakt, op plekken waar je anders nooit komt. Twee van die mensen van twee verschillende teams zijn hier en we gaan ze aan tafel nodigen. Eline Harbers en Said Sarkaya. Welkom jongens, voor de duidelijkheid. Jij bent Said en jij bent Eline. Ja? Laat me het maar weten. Klopt het een beetje zoals ik dat beschreef? Ja, dat klopt. Ja, in de microfoon praten is ook heel goed. Dat klopt. Eline, waar ben jij geweest? Ik ben naar Oost-Soedan geweest. Oost-Soedan? Is aan de dat is van Darfur. Ja, ja, dus niet waar Jan Pronk zat? Nee. Zit, zat? Nee, ja. Maar aan de, en daar is dus geen oorlog? Daar is geen oorlog, daar merk je eigenlijk helemaal niks van. Dus ja, was eigenlijk heel erg verrassend. Ja, even daarvoor. De Omroep Brabant, hoe kom je daarbij? Ja, nou, ik zag het op de televisie, een reclamespotje, dat je een reis kon winnen naar de tropen. Ik denk, daar kom ik nooit meer. Dus dat wilde ik wel. Ja, wie niet? Ik wist helemaal niet wat het inhield hoor. Dus ben ik naar de site gegaan, geklikt en toen pas zag ik dat je een reportage moet maken. Toen dacht ik, nou, dat kan ik ook wel, hoop ik. En toen heb ik me opgegeven. En dan zijn er, wat ik geloof, gisteren was de eerste uitzending, hè? Ja, gisteren was de eerste uitzending. Maar dat is nog een beetje het Idols idee. Ja, dan zie je nog echt de selectieposter. De losers die zitten daartussen. Officieel weet je ook nog niet dat wij er zijn uitgekozen. Nee, we hebben ook afgesproken. Het komt hier ook niet buiten Bijlage. Nee. Dit zijn hele betrouwbare mensen, houden altijd de mond, weten niks. Nee, want jullie zijn uitgekozen inmiddels en al die andere losers die we gisteren konden zien, horen we nooit meer wat van. Nee. En dan, hoeveel zijn er overgebleven? Vijf koppels, dus 10 mensen. 10 mensen. En hoe was de man-vrouw verhouding? Het waren twee koppels voor twee heren, twee koppels voor twee dames. En één koppel heren en dames. Gemeen. Oh ja, dus het was 50%, 50%. Ik begin ook al, 50%. Ja, maar dat hoort erbij. Geef ja, dat is modern, hè? Dat is the time we live in. Said, jij bent... Nee? Ik ben allemaal Brazilië. Brazilië? Ja. En ja, Brazilië is heel groot, hè? Ja, dat klopt. Waar ben je geweest? Ik ben, we zijn eigenlijk in het noorden een beetje rond gaan reizen. Ja. Mocht je zelf uitkiezen waar je heen wilde of had Omroep Brabant dat bepaald? Nou, zij hadden wel een bepaald idee waar wij heen moesten. Dus wij hadden meer het beeld van, ja, we gaan lekker naar het zuiden toe, naar Sao Paulo of Rio de Janeiro. Beetje aan het strand liggen, ja, beetje, ja. Ja, want dat is ook het enige wat je kent natuurlijk. Ja, carnaval. Ja, Castelo, wat je van Brazilië kent. En dan kom je in het noorden. En dat is anders. Dat is heel anders dan, ja, dan jij verwacht. Of ja, je verwacht niks, maar het is heel anders dan het zuiden, denk ik. Jawel, je verwacht er gewoon een lekkere leven en op het strand liggen. Ja, of dat zich... gaf je ook aan deze selectie. Hij zei, waarom Brazilië? Ja, lekkere wijven, mijn kinderen. Ja, zie je. En hier, ja. Ja, die zijn er wel. Die zijn er wel. Dit is niet de voornaamste reden waarom je Brazilië. Nee, je kunt hier in Eindhoven ook een eind wegkomen. Ja, maar wat ik zie is, Omroep Brabant heeft wel een beetje geleid in de richting van wat het zou kunnen worden. Maar was je vrij in de keuze van wat je daar ging filmen? Ja en nee eigenlijk. Zij hadden zeg maar wel een bepaald idee van wat het gefilmd moest worden en je mocht het voor de rest zelf invullen. Ja, want het ging ook om hoe jij of jullie, hè, want je hebt nog een partner, dus ja. Hoe jullie dat zien. Ja. Alleen het was wel zo dat ze heel veel verwachten in een toch korte periode. Dus
Dat snap ik niet. We hadden 3 weken de tijd. Ja. En we moesten dus 3 hoofdthema's. En 6 kleinere thema's gaan filmen. Dus ben je toch heel lang bezig met filmen. Omdat uiteindelijk wat er overblijft, wat ze gaan knippen en plakken. Ja. Want hoeveel film blijft er van jullie reis over? 40 minuten. 40? Ja, dus hadden ongeveer 32 uur tape gemaakt. Dus... Ja, nou maar 40 minuten televisie is een hoop. Het is een hoop. Jij bent Soedan geweest. Ja. Had je daar een beeld van? Ja, we hebben wel een negatief beeld. Oorlog. Precies. Het was niet de eerste keus. En toen was ik het geworden. Ik kwam thuis. Ik zei, ik ben het wel. Maar het werd wel Soedan. Liever niet eigenlijk. We willen je niet kwijt, schat. Ja, precies. Ja. Mijn vriendinnen zeiden ook al, hoezo wil je daar nou weer heen? Wat voor een kleurkist wil je hebben, weet je het al? Oh, leuk. Het was allemaal... ik zei, het komt allemaal wel goed. Dus gelijk gegoogeld en dan merk je dat Soedan meer is dan alleen daarvoor. Dus, en ik zit er nog. Ja, in Nederland is ook meer dan Helmond. Dat is nou eenmaal. Maar leg ons even uit. Nou, het grappige is, dat wat we hier van jullie horen, dat is nog helemaal niet op televisie geweest. Nee. Dus een soort primeurtje. Ja. En hebben we er ook beelden van? We hebben er beelden van. Nou, zet die eens op. Waar hebben wij beelden van eigenlijk? Nou, dat gaan zij dan even. Ja. De beamer is ziek. De beamer is ziek, die ligt in het ziekenhuis. Trouwens, ze zijn weer in het ziekenhuis. En op Zitting TV. En op Zitting TV. Bij mensen op internet. Dus de beamer is ziek, kon dat niet projecteren, maar misschien dat er hier iets te zien is. Maar dan kunnen mensen even kijken. Klopt het dat ik op enter moet drukken nu? Nee, je moet even kijken, dat klopt niet. Nee, dat is dan... we moeten een snel programma maken, ja? Dit gaat het even. Nee, dan Windows opstarten en zo. Vertel eens iets over, wat is jouw grootste cultuurshock geweest daar? Toch wel alle boerka's en alle mooie hoofddoekjes en zo. Maar dat het toch ook allemaal vrijwillig is. Dat, ik had hier het beeld als ik een boerka zag. Of een daar loopt echt iedereen in een boerka? Nee, 99% niet. Maar ze hadden allemaal van die toops, allemaal doeken gewikkeld en allemaal wel bedekt. Ik moest ook echt kleding aanschaffen, want... Dit mocht al niet. Nee. Een rok tot over mijn knieën noemden ze al een mini-rok. Dus ik moest echt tot op de Engels het liefst. En dat heb ik wel gedaan natuurlijk. Maar je komt er wel achter dat de islam meer niet alleen onderdrukking is. En dat beeld had ik van tevoren heel erg. En toen heb ik gesproken daar met een vermoeiende in een gastgezin gezeten met vrouwen. En ze vinden het gewoon zelf prettig als ze gewoon bedekt zijn. En dat had ik van tevoren niet echt verwacht. Ik dacht dat die mensen in burka altijd... Maar dat voel je dat ze, ja, ik dacht, ze zeggen dat niet alleen, want ja, misschien moeten ze het wel zeggen, anders worden ze geslagen. Ja, maar dat gevoel krijgen ze helemaal niet. Ze zijn echt heel open en ze wisten dat ik niet islamitisch was. Ze zeiden, Eileen, ik vind het prima als jij geen hoofddoek op hebt, maar doe het wel even bedekt, weet je wel. Dus gewoon cultuur en zoals, wat? Ja, nou, laat maar wat zien. Maar we gaan iets van Brazilië zien. En wat beelden, maar dan kunnen de mensen er vast een beetje aan wennen. Dus, die dat was voor jou een soort verandering in je denken misschien wel. Ja, ik sprak met vrouwen die inderdaad tot 40 graden, maar ze hadden wel handschoenen aan en sokken in hun slippers. Want het mocht allemaal niet gezien worden, nee, 40 graden, handschoenen. Maar dan als je het dan vraagt, zegt ze, ik vind het zelf fijn. Maar het hoeft daar niet, want we hebben ook genoeg vrouwen zonder handschoenen. Ja. En jij was vooral geïnteresseerd in dat aspect. Ja, omdat ik hier beeld kreeg dat vrouwen echt... dat opgelegd kregen, maar het is dus niet zo. Ja, en dat ze onderdrukt worden en dat ze dat moeten en dat komt allemaal door. Ja. Hier is die Ali, toch? Ja, die heeft ook ons dat beeld gegeven. Jammer, maar ze is weg. Said, even naar jou. Ja. Mag ik even een vraagje tussendoor, want dat vond ik interessant. Je bent in Nederland geboren. Ja. En ik zag in je cv dat je dan, we hebben het over welke talen je allemaal spreekt, Nederlands uitstekend staat en dan staat er Turks. Moedertaal. En wij hadden het erover van tevoren en wij zeiden, wat is moedertaal? Dat is toch het land waar je geboren bent? Dat vond ik interessant. Hoe zie jij dat? Ja, ik zie het meer als de taal die mijn moeder spreekt. Ja, dat vind ik mooi. Dat is letterlijk de taal van je moeder. Ja.
En dat is voor jou Turks dan? Ja, dat ja. is voor mij. Nou, duidelijk. Nee, ik was erin geïnteresseerd, omdat ik dat leuk als uitdrukking vind. Gewoon letterlijk. Ja. Wij interpreteren maar het gaat om de woorden en wat ze betekenen. Brazilië, wat was voor jou daar de shock? Ja, in eerste instantie de taal. Ja, shock. Het was gewoon... Portugees. Niemand sprak Engels en dat was... in het noorden heb je gewoon... Wij zijn volgens mij in totaal 3 personen tegengekomen in een tijdsbestek van 3 weken, 8000 kilometer afgelegd. 3 personen die Engels spraken. Had jij je een beetje voorbereid met Portugees of helemaal niet? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Dat boekje, wat en hoe. In Portugees. Ja, dus communicatie was al een probleem. In het begin zeker. Ja. In het begin zeker. Je had er geen tolk bij je? Nee, omdat, kijk, we hadden ook zoiets van die mensen... Die kennen ook geen andere taal. Die weten ook niet dat er een andere taal bestaat dan Portugees. Dus die praten ook heel snel en zonder uit te beelden eigenlijk. Maar weten ze wel dat er andere mensen zijn dan Brazilianen? Vast wel. Hebben ze zich niet... Want ze zien daar toch ook tv en er is toch ook veel Engels? En ja, maar op tv zie je ook geen Engels. Dus het is alleen Portugees. Nagesynchroniseerd. Ja. Wat was nou voor jou daar de shock? Nou, we zijn daar met een hele open instelling naartoe gegaan, waardoor alles wat gebeurde, dat neem je gewoon op. Dat ervaar je gewoon als iets nieuws en je verwacht wel. Wat we hadden wel van tevoren heel veel mensen gehoord gekregen dat het heel gevaarlijk zou zijn. Gevaarlijk? Ja, dat had criminaliteit. Criminaliteit, maar niks van meegekregen. Net zoals zij niks van de oorlog heeft gemeen, dat jij niks van criminaliteit. Het zal er wel zijn, maar ik denk als je... En je moet je ook niet bekeken op sommige plekken, dan werkt dat niet. Ben je veranderd na de reis? Nee. Van zelf? Ja, ik denk het wel. Verlien? Nee. Ja, ik heb wel dat dan, als ik nu nog meisjes met een hoofdstuk in de bus hier denk, prima, je wilt het uit jezelf waarschijnlijk, maar voor de rest nee. En het programma, gaat dat jeugd veranderen? Of iets laten zien misschien? Ik denk dat het toch anders overkomt op tv dan als je het zelf hebt meegemaakt, zeg maar. Dus ja, ik hoop dat het overkomt. Live muziek is altijd mooier dan een cd. Jongens, ik vind het fantastisch dat jullie er even wilden zijn. Wij weten iets en jullie weten iets wat ze buiten nog niet weten. Wanneer komen jullie op televisie? Gisteren. Wij gaan nu ook in de herhaling kijken. Nee, maar is het elke zaterdag? Ja. En dan nog 8 weken of zo? Nee, 13 weken. 13 weken. En dus de hele dag de op herhaling. Zondag, 11 uur dat weer. Mooi. Continu. Hartstikke leuk. We gaan het volgen. Bedankt voor jullie komst. Dames en heren, de volgende gast. De Stadsschouwburg in Eindhoven is aan het verbouwen. Ze zijn daar een heel groot parktheater van het maken. Hè? Ja, maar het is nog niet helemaal af. Dus er komt een parktheater te staan en daar is dat wordt geopend. En er komt een hele grote voorstelling. Dreaming in the Park with Alice. En wij hebben... de hoofdrolspeelster uit dit enorme grote stuk hebben wij bereid gevonden om hier bij ons op bezoek te komen. Heel even. Dames en heren, Sophie Porro. Dag Sophie. Hallo. Hoe oud ben je? Ik ben 12 jaar. Oké, en je speelt de hoofdrol in? Dreaming in the Park with Alice. Hoe komt dat zo? Want je bent 12. Ja, mijn buurvrouw, die zag in de krant een stukje waar ze een meisje zochten van 12 jaar die goed kon zingen, dansen en acteren. Ja. En dat leek me wel heel erg leuk en zo. Toen heb ik me opgegeven daarvoor. En er waren 175 aanmeldingen. Ja. Je moest opschrijven wat je allemaal goed kon en wat je gedaan had en zo. En toen hebben ze er uiteindelijk 45 uitgekozen die mochten komen.
En na 3 rondes waren er geweest of zo. En steeds vielen er weer wat mensen af en zo. En uiteindelijk, toen waren er 3 over. En waarvan jij er één bent? Ja. Dus er zijn nog 2 andere meisjes. Ja. Hoe oud zijn die? Die zijn 14 en 16. Ja. En jij kan dansen en zingen? Ja. En hoe komt dat? Nou, ik zit in Tilburg op de dansacademie. Ja. Oh, jij zit op de dansacademie? Ja. Je bent 12 jaar, hè? Ja. Maar hoe kan je dan op de dansacademie zitten? Nou, ik ben daar eens gaan kijken op een open dag. Ja. En dat vond ik heel erg leuk. En toen heb ik auditie gedaan. Toen ben ik, toen hadden ze gezegd dat ik mocht komen. En, ja, toen heb ik het gewoon eens geprobeerd om te kijken of ik het leuk vond. Maar dat was nadat jij de auditie had gedaan voor Alice? Nee, ik zat daar al een tijdje. Oh, je bent daar al een tijd geweest? Ja. Oké, en hoe komt het dan dat jij zo goed kan dansen? Want dat neem ik aan, als je 12 bent en je zit op de dansacademie, ja, dat je het goed kan. Hoe komt dat? Nou, ik wilde vroeger altijd al wel ballerina worden of zo. Ja. En toen ik uiteindelijk 4 was, heb ik me aangemeld op een dansschool. Nee, je hebt je aangemeld. Ja. Okay. Maar dan kan je dus ook heel goed lezen en schrijven als je 4 bent. Nee, heb je een formulier ingevuld? Gewoon opeens gegoogeld. Ja, dat had mijn moeder. Horizon verbreden. Ik ben 4, wat doe ik met mijn leven? Ja, maar ik stond altijd al thuis gewoon heel vaak te dansen en zo. Ja. En ik wilde altijd al graag dansles hebben, dus ja. Ja, toen heeft mijn moeder me aangemeld. Oké. En, en ja, zo ben ik gewoon een beetje danslessen gaan volgen. Ja. Maar is jouw moeder dan, want die zit waarschijnlijk daar ergens achter in de zaal ook. Nee hoor, is je helemaal vooraan. Ja, nee, dat weet ik. Is jouw moeder dan zo'n soort moeder als die van Britney Spears? Nee. Nee? Nou, nee, absoluut. Hebben jullie ook een hondje wat zo aangekleed en geknipt met allemaal shows mee? Nee, absoluut niet. Ja, mijn ouders hebben juist vooral van, jij wilt het en zo. Ja. En, ja, ze zijn juist een beetje terughoudend van, we willen het niet te zwaar maken en zo. En nee. Het is zo dat, ik wil het heel graag en zij vinden dat goed. Maar het is niet dat zij gaan zeggen van, ja Sophie, je moet dit doen en dat doen. En, nee. Oh, een auditie, leuk, moet je aan meedoen en zo. Ja. Dus als je een mooi gezicht, ik heb helemaal geen zin meer in dansen, dan is het ook goed. Ja, absoluut. Ja. Hé, hey, en wat vind jij nou zo fijn aan dansen? Kan je dat uitleggen of is dat niet uit te leggen? Vind je het fijn überhaupt? Dat zou ook kunnen zijn. Zeker. Verschrikkelijk. Ja, ik heb gewoon denk ik een of andere passie van binnen, ja, voor dansen. En ik vind het gewoon heel leuk om te doen en ik zou echt niet meer zonder willen. Maar wat is het? Wat? Ja, dat is moeilijk uit te leggen. Het is iets van binnen dat je voelt en... Maar dat voel je dus niet als je niet aan het dansen bent. Dus op dit moment ontbreekt er een gevoel. Ja. En als je danst, dan is dat er ineens. Ja. En zo, ja, wat zoiets, is dat voor, ja, gevoel dan? Het maakt me gewoon heel blij. En ja, het is heel lastig om het uit te leggen, maar ik vind het... Eigenlijk zou je het moeten laten zien, maar dat is een beetje moeilijk. Ja, je kunt het zien. Je kunt het zien. Ja, je kan het zien. Maar wanneer ga je in première? Dinsdag 16 januari. Mm-hmm. En Bo doet de première. Bo? Wie? Ja, Bo is een ander meisje, die speelt ook Alice. Oh, wij dachten Bo van Erwin. Ja. Die speelt Alice. Nee, maar... Bo van Erwin Dorens. In zijn onderbroek. Alice. Hé, daar zit je. Maar, nee, Bo, zij is 16 jaar. Ja. En ze heeft al wat meer ervaring en zo. Ja, dus en zij doet de première. Ja. Ja, precies. Dat is voorstelbaar. Maar jij hebt ook een eigen première. Ja, en die is? Die is woensdag. Ja. 17 januari. Ja. En dan doe ik 2 voorstellingen. Om 7:30 volgens mij. Ja. En 1 om 9:30. En het gaat echt helemaal over jou. Jij bent de hele tijd op het toneel. Jij bent, ja. En ze hebben ook de voorstelling bedacht om zo goed mogelijk gebruik te maken. Want het is een hele hypermoderne. Ik hoor een fluitje. Oh.
Heb je medicijnen ingenomen? Ik word een fluitje. Hoorden jullie geen fluitje? Hoorden jullie geen fluitje? Ik hoorde allemaal geen fluitje. Oh mijn god. Ja, maar die voorstelling is helemaal bedacht om die zaal, want het is een schitterende nieuwe zaal, om die helemaal uit te buiten. Hè? Dus alles, er zitten beweegbare vloerdelen in, die gaan ook bewegen. Ja, ze laten alles zien wat mogelijk is met de zaal. En het zijn ook alleen maar staanplaatsen, want er wordt uit verschillende plekken van de zaal worden de dingen laten zien en zo. Ja. Oh, dus het publiek loopt ook nog? Nou, ze lopen niet echt, maar ze draaien wel van kant. Oké, is het alleen dansen? Nee, het is ook zingen? Zingen? Ja. Kun je een klein stukje zingen? Ja hoor. Oké. Okay. Ja hoor. Wauw. Wat moet ik zingen? Ja, weet ik veel. Altijd. Een stukje uit een liedje van Alice. Ja, dat is lastig. Gewoon een paar regeltjes. Hoe kan ik nou terug naar huis, naar winkelstraten, waar iedereen zo chagrijnig kijkt? Terug naar Duits en gym. Naar praat de hond uitlaten, naar leven dat veel meer op slapen lijkt. Je kan haar eens zien. In januari nog één keer, de 17e. Nee, de 18e. De 18e. Nee. Scherp blijven, hè jongens. 17. Scherp blijven. De 17e ben je te zien. Is het al uitverkocht? Nee hoor. Maar het is... Sophie, moet je leren. Nee hoor, moet je nooit zeggen dan. Zeg je, ik weet het niet, maar ik denk dat ze snel moeten zijn. Ja, maar de voorstellingen zijn een hele week. En dinsdag gaat de première. En ik speel woensdag en vrijdag. En zondag is er ook nog een open dag. Waarbij ze kleine stukjes van de hele voorstelling laten zien. En daar kun je ook op zich komen kijken. Oké, okay. Fantastisch. Wat me opvalt aan jou, vind ik fantastisch. Je hebt een stem waarbij je in carré de achterste rij bereikt zonder versterking. Prachtig. Ja, dat is echt een keer. Het lukt mij ook weer. Dan sta ik meestal op de achterste rij. Oké, dankjewel, dames en heren. Dit was Sophie Porro. Ik zei al, we hebben een heel erg goed programma, want we hebben ook een hele goede muzikant uitgenodigd. Ja, maar dan moet het stijl staan. Dat is echt waar. Ik doe het goed nu. Jij is voor... Ja, dat heb ik niet doorgekregen. Dat geeft niet. We hebben een wijze muzikant die normaal gesproken echt hier niet is. En nu is hij hier wel. En het is Ab van Meurs. En hij gaat drie nummers voor ons spelen. En het eerste nummer is Autumn Blues.
rest of the glasses with old yesterday. Howling in the chimneys, up and on its way. Birds are migrating to fly over town. Soon we'll be skating and walk this cold ground. When the leaves are falling, snow is coming near. Blue skies covered this time of year. Still ride a bullet, but the words feel so used. Northern winds are blowing. Met onze eigen combo. De volgende gast. Een man die in Eindhoven al heel lang bezig is. En die wiens naam je regelmatig tegenkomt. Een theatermaker. En waarvan als er dan je doordenkt, je toch weer afvraagt van... Die naam ken ik. Het gezicht ken ik. Maar wat doet hij nou eigenlijk? We hebben hem uitgenodigd omdat er heel veel actueels ook te doen is rond zijn theater. In de Stuiverstraat. Ik heb het over Stefan Jung. Stefan, welkom. Ja, zo dus zitten we dan. Kijk, het is gelijk theater. Het is gelijk theater. Klopt toch, hè, dat er een hoop te doen is? Ja, er is een hoop te doen. Een hoop te doen rond jou, maar vooral rond jouw theater en de locatie daarvan. Ja, want we zijn weer, dit is nu de vijfde ruimte waar ik in zit. Sinds, in hoeveel tijd? In 10 jaar tijd. Ja, ja. En nu is er weer een zakenman en die zakenman wil geld verdienen, dus die verkoopt dat pand dan aan een projectontwikkelaar. Ja, dat mag. Dat mag, natuurlijk. Zaken doen mag. Maar er is nog geen plan en er is nog geen bestemming en... Omdat het onbeheersbaar is, willen ze het alvast slopen. En dan staat er over 8 jaar of over 5 jaar staat er dan iets anders. Ja. Dat betekent dat er in die tussentijd nog 4 jaar prachtige dingen gemaakt kunnen worden. We hebben het eigenlijk over, want jij bent een kunstenaar, theatermaker. Je werkt zeg maar off Broadway.
Ja? En we hebben het niet over de Schouwburg, die al 100 jaar op één plek zit. En die daar steeds mooiere en grotere zalen mag bouwen. Sophie Porro. Sophie, nee, ja, nee, als nee, krijg je nee, Sophie niet, alles geld. Sophie nee, niet. Ik werk in oude fabriekshallen of in oude winkelpanden. En dat heeft het voordeel dat ik bij ieder project kan ik zo'n ruimte veranderen. En dat is langzamerhand. Weet je wat Amai ook deed? Ja, want ik was de tweede man bij Amai. Ja. Dus dat heb ik natuurlijk meegenomen. Iets waar je 8 jaar mee bezig bent om iets. Voor de jongeren onder ons, Amai was een toneelgroep, bestaat niet meer. Hè? Amai was een toneelgroep die voorstellingen maakte in een oude textielfabriek op de eerste verdieping. En iedere keer werd. Ja, het is locatietheater, dus iedere keer werd. In het thema van het stuk werd zo'n hele ruimte veranderd en werd er een ritueel gemaakt voor hoe ontvang je je publiek. Ja, fantastisch. Dus dat hebben we 8 jaar gedaan en ik ben daar eigenlijk gewoon mee doorgegaan. Jochem is gestopt, die is gewoon boeren, die woont in Groningen, maar ik ben gewoon doorgegaan. Ja. En wat ik bijzonder vind aan wat je doet, is, je doet een aantal dingen, maar een van de kerndingen is dat je werkt met lastige talent. Lastige, ja, ik denk al, ik hoor mezelf denken van, oh, ga ik nu zeggen Mongolen? Nee, lastige talenten. Ik werk met mensen die een verstandelijke beperking hebben. En ik noem het lastige talenten, niet omdat die mensen zo lastig zijn, hoewel ze soms behoorlijk irritant kunnen zijn. Maar ze zijn lastig omdat wij in deze samenleving geen ruimte hebben gemaakt waarin die mensen hun talenten kunnen ontplooien. Omdat we denken, ach, we gaan toch geen apen kijken. En wat doen die mensen nou eigenlijk? Hè? En ze zijn zo lief, maar... En ze kunnen ook nog af en toe dingen waarvan je niet verwacht dat ze kunnen. Nou, ik ben er aan begonnen omdat ik ben van oorsprong clown. Ik heb het vak op straat geleerd. En ik ging samenwerken in een circusproject met mensen met een verstandelijke beperking. En ik dacht, maar die mensen die hebben een natuurlijke timing. Die zijn nooit te laat, die zijn altijd precies op tijd. Die mensen die hebben... Komt dat niet door de begeleiders? Nee, want de cultuur in de samenleving is dat ze de hele tijd zitten te wachten. Te wachten op de taxi, te wachten op hun eten, te wachten op de begeleiders. Ja. Hè, die de hele tijd wisselen. Ja. Hè, wachten, dat is een cultuur. Nee, maar op het moment dat je de dingen niet doet, maar de dingen bent... Hè, dan hoef je niet te timen, want dan ben je altijd op tijd. Dat is in een personage ook zo. Dat is waar acteurs zich helemaal suf voor werken, ja, af en toe. Oh, om al die dingen die tussen hem en het publiek, tussen hem en zijn kern instaan, om dat af te krabben. En dat is een ontzettend lastig proces. En dat hoeven zij niet. Dat er valt niks te krabben. Nee. Nee. Het enige wat ze moeten doen, dat ze niet de hele tijd naar... Maar dat moeten ze leren, dat ze niet de hele tijd zogenaamde normale mensen doen van doe ik het wel goed? Is het wel goed wat ik doe? Mag ik eigenlijk wel zijn? Dat is het grootste probleem dat ze hebben. Dat snap ik. En je maakt producties met... We zijn de enige, groep in Nederland die mensen zonder beperking confronteren met mensen met een beperking. In het begin was het zo dat de acteurs zonder beperking, dat de zogenaamde normale, die waren altijd de bad guys. Die speelden de hulpverleners, de begeleiders, de politieagenten, de vaders en de moeders. En nu begint dat, omdat wij vorig jaar hebben wij gedichten verbeld van de Vlaamse dichter Peter Giesaert. En dat is intellectuele poëzie. Daar heb ik ze gewoon mee geconfronteerd, iedereen. Nou zijn die verschillende
stigmatiserende rollen, zal ik maar zeggen, dat begint zich op te lossen. Dat begint werkelijk te vermengen, zodat je niet meer kunt zien wie nou eigenlijk gek is en wie niet. En kun dat je, is uiteindelijk toch te dat doen. Dat is prachtig. Kun je, je kunt dus, dat zeg je, dat doe je ook, echt werken met die mensen. Je kunt een productie maken. Ja. Ze zijn niet gek, ze hebben een handicap, dus ze kunnen dingen onthouden, neem ik aan. Nou, op het moment dat je, ik denk dat het ligt aan, kijk, als iemand blind is, dan moet hij zijn weg vinden in de samenleving en dan kan hij, dus dan ontwikkelt hij zijn gehoor beter, dan kan hij beter horen. En voor mensen met een verstandelijke beperking, die kunnen niet rekenen, dus waarom zou je ze dat laten doen? En dan krijgen ze de kans om intuïtie, om spiritualiteit, om emotionaliteit te ontwikkelen. Dat zijn de zintuigen waar zij het mee doen. En dat zijn op die gebieden, dus zijn het ook de intellectuelen van deze samenleving. De spirituele intellectuelen. Ja. Want zij hoeven niet naar een weekend spiritueel centrum om jezelf te vinden, want dat is het voertuig waarmee ze zich bewegen. Als wij tenminste met onze behandelingsplannen en programma's het niet afstoppen aan alle kanten. Belangrijk maken. Ja, ja. Is het dan zo dat zij dat er geen ego in de weg zit bij hen? Waar wij soms last van hebben, stel je vooral. De hele tijd. Nou, minder in ieder geval. Minder in ieder geval. Ja. Dat is er wel, dat zouden ze juist moeten ontwikkelen, dat ze tegen die normale mensen zeggen van, godverdomme jongens, ga eens spelen en ga eens over jezelf nadenken en bemoei je niet de hele tijd met mij. Want ik kan heus wel leven, ik ben ook iemand, zegt iemand in de voorstelling die vanmiddag om 3:00 te zien is op de stapel staat, de reden. Want ik heb een voorstelling over God gemaakt en die heet de reden, die gaat over de reden van je bestaan, ja waarom ben ik hier nou eigenlijk? En dat speel je met hoeveel waarom mensen? Overkomt me dit? Wat is daar de reden voor? Dus het zijn allemaal vragen die mensen aan God stellen. En God, de helft van de tijd kijkt hij naar beneden dan weet hij het niet. En hoe is zo'n voorstelling ontwikkeld? Al mijn voorstellingen ontwikkel ik via improvisaties. Ja, ja. Dus ik stel een thema vast en daar gaan ze dan op werken. Ja, dus, en ze gaan schilderen, schrijven en werken, want ze schilderen veel en ze schrijven ook. Ja. En er is een groep, hè? Hart de Koning? Die... Hart de Koning is een amateurgroep, daar werk ik al 15 jaar mee. Die komen oorspronkelijk uit Vught en die maken ieder jaar of ieder anderhalf jaar maken die een voorstelling. We hebben net Rino, zoals van UNESCO, hebben we gespeeld in de samenwerking met toneelgroep Iersel. En we zijn genomineerd voor het theatercircuit. Mensen beginnen uiteindelijk eens beginnen een beetje te zien. Ja, het is, we hebben tekort om met je te praten. Wat ik een heel fascinerend project vind is Mijn Land. Ik ben Mijn Land. Ja, als mensen op de werkplaats komen, dan gaan ze eerst hun land schilderen. En een land, Ik ben Mijn Land, dat... dan gaat hij hem aanzetten, hè? Ja, er komen wat beelden. Ja, er komen wat beelden. Ja, maar de beamer is kapot, hè? Ik ben Mijn Land. Nee, ziek. En, mensen die zijn ziek. Mensen die ziek. Ja, die ziek. Virus. Mag ik nou even vertellen? Ja. Je schildert een landkaart binnen de contouren van je eigen lijf. Daarna maak je een reisverhaal, zal ik maar zeggen, van je voet tot aan je kraan. En dat reisverhaal wordt gedaan in de tegenwoordige tijd, eerste persoon, enkelvoud. Want dan leg je namelijk niks uit, maar dan beleef je iets. Nou, we zijn inmiddels, als je bij ons op de werkplaats komt, doe je altijd zo'n workshop. Je doet er eigenlijk twee, ja. Ik ben Mijn Land en Over de Grens. Maar ik ben nogal een ambitieus mannetje, dus ik heb hier een hoop landen gemaakt. Er zijn inmiddels 150 landen gemaakt, waarvan 36 in Suriname, 23 in Brazilië, 7 in Roemenië en de rest in Nederland. Altijd in een soort gemeengroep van normale, interessante kringen van mensen. Dat is het. En ik heb niet veel... En dat levert dit soort beelden op? Ja. Ja, ik weet niet wat er nu... Zien we nu... Ja. Mensen, ja.
Want het is een drietrapsraket, hè? Ja. Want op het moment dat je zo'n verhaal vertelt, want het eerlijkheidsgehalte is natuurlijk heel groot, want het gaat over je eigen lijf uiteindelijk. En dan over jezelf eigenlijk. Ja, over jezelf eigenlijk. Het is een metafoor, ik ben hun land. Nou, en dan komt er ook altijd een probleem of een ambitie of een mogelijkheid van jezelf bovendrijven. En daar maak je dan een toneelstuk over. Er zijn ook, heb ik hier in een boek, korte verhaaltjes bij, of soms gedichtachtige dingen. Ik wilde Stijn vragen om er één voor te lezen. En dan, jij herkent hem, maar daar wil ik dan graag zien. Nee, niet, hij mag hem niet zien. Hij gaat het horen. Oké. Okay. Dit moet ik ook zeggen? Nee, de bovenste niet. Want dat is een... Nee, ik ben geen koning. Ik pulk aan mijn vingers. Nee, geen tovenaar, geen prinsesje. Geen sterkste man van de wereld. Nee, geen operazanger. Ik kan wel zingen. Ja, ja, mooi. Mooi, 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 mooi. Mijn buik, links mijn land. Mooi, mooi, mooi rood. Loopt naar boven. Mooi, 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 mooi. Ik loop met mijn vinger over mijn land. Mooi. De anderen zingen. Mooi, mooi, mooi. Mooi, mijn eigen lichaam. Mooi mijn hart, mijn schouders, neusgat, mooi, neusgat, neusgat. Dit is af, dit is af, dit is af, dit is af, 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 dit is af, 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 dit is af, dit is af. Mijn land, spierballen, ja, open klep, klep mooi uit, baard, klep op, baard op mijn kop, baard, klep, mooi. Ik ben mijn land, Vasil. Ja, en in jouw gezicht kun je zien hoe het is. Is dat een Braziliaan? Nee, het is een Surinamer. Surinaamse jongen. Of ja. En is hij zoals wij? Of? Nee, het is een verstandig gehandicapte man. Hij is iets meer gehandicapt dan wij. Ja. Zou je kunnen zeggen. Vanmiddag, want er is een hele serie activiteiten, hè? Ja, we hebben gemeend om zoveel mogelijk dingen te doen om, zodat mensen komen kijken en weten wie we zijn. Omdat het belangrijk is, belangrijk werk. Ik ben trots op mijn werk en de mensen zijn trots. En wij vinden dat ook, wij zoals we hier zitten, wij van de Stichting Kleinkunst. Want dit soort dingen moet er zijn, want zonder... Die basis, dat of Broadway, is er geen cultuur, vinden wij. En de gemeente zou dat ook moeten horen. En wij adviseren de gemeente in deze. Tenminste, we vertellen ze gewoon wat we vinden. En we zullen het er zeker over hebben, want we vinden dat dit moet blijven. Een hele serie tot half januari, tot eind januari gaat het door. En vanmiddag kunnen vanmiddag mensen al... Kunnen we, om 3:00 kunnen mensen komen kijken naar de reden. In de Stuiverstraat. In de Stuiverstraat 1E. Stefan, om 3:00 vanmiddag. Heel veel succes en bedankt voor je komst. Stefan. Eindhoven Design. Tuurlijk, we zijn een designstad, we zijn een brainport, we zijn... Van alles, vroeger maakten ze hier lampjes. We hebben twee designers. Ik ga er eigenlijk niets over zeggen, want hun ontwerpen spreken voor zich en zij gaan er iets over vertellen. Ik vraag aan tafel Janita van den Haak en Menno Kroezen. Voor de duidelijkheid, dat is Janita en dat is Menno. Je weet het maar niet tegenwoordig. Welkom. Menno, ik dacht, we beginnen met jou. Ja. Je zou vorige keer al komen, maar toen dacht je 11:30 s'avonds. Ja. Ik heb nog nooit zo'n goede smoes gehoord. Je was gewoon vergeten. Zeg dat nou gewoon. Zet die ding even op tafel, want dan kunnen mensen ze misschien wat beter zien. Dit zijn... Ja, vertel het maar. Daarachter, die foto hoort er ook bij. Ja, het is kinderspeelgoed. Oh, wacht even. Menno is jarig vandaag. Lang zal die leven. Lang zal die leven in de gloria.
23, hè? Ja. Te gek. Leuk dat je wilde komen. Je bent snel weer weg, want de hele zaak zit vol familie. Wat heb je gemaakt? Ja, het is kinderspeelgoed en het is geïnspireerd. Aanvankelijk wilde ik iets doen met verwondering. Want er zijn al eindeloos veel bouwprojecten en steentjes en wat dan ook. Lego bedoel je? Bijvoorbeeld. En dat is hartstikke leuk, is alleen, ja, er is al zoveel van. En de yo-yo, daar heb je echt maar één keer al door wat die doet. Uh-huh. En iedereen doet het. Ja, maar één keer. Maar, ken je al die trucjes met de yo-yo? Ja, dit, ja, ik kan wel weer. Ja. Ja? Ja. En dit is, ja, het is educatief, dus het is zowel geïnspireerd op dieren. Dit is geïnspireerd op het gezichtsvermogen van een vis, die alleen naar de zijkanten kijkt. En dit op een chameleon, die kan zijn ogen onafhankelijk van elkaar alle kanten opdraaien. Dus ze zijn ook draaibaar in alle richtingen. En dat moet je dan opzetten? Ja. Als kind, want het is kinderspeelgoed, hè? Ja, het is, ja. Sophie! Oh, ja. Kom er eens bij, kom er eens bij. Menno, maar zijn we even op? Ja. En Sophie. En nou zingen. Nou, Sophie, misschien dat je nu even terugloopt naar... of wil je er een hond bij? Vertel, wat zie je? Wat zie je? Ja, iemand. En ik zie daar mensen. Allemaal mensen. Ja, en die zijn hier ook. Dat is mensen. Je bent niet gek geworden hoor, het is echt waar. Kun je nu ineens naar mij toe kijken? Zorg dat je mij ziet. Want ik zie jouw oog, dus ik weet dan. Zie je hem nou? Zie je Steen? Ja. Ja. En hoe gaat dit in je hoofd? Want denk je nu, wauw. Nee, het is echt heel raar. Ja, hè? Het is zo van nemen. Ja, echt. Eigenlijk zou je nu moeten gaan zwemmen. Ja. We hebben een bak water. Ja, van 40 bij 40 centimeter. Maar zou je hier mee kunnen lopen, denk je? Nee. Nee, dat is raar. Ja, wel als je zijwaarts gaat lopen, denk ik. Ja, de zijwaarts kan je er wel mee lopen. En het voordeel van deze is, deze kan je ook weer naar de voorkant draaien. Waardoor je meer referentie hebt in de richting die we gewend zijn om te lopen. Oké, maar kan ze die dan ook nog een keer? Want die is dan helemaal anders. Wil je dat nog, Sophie? Ik moet zeggen als je het niet meer leuk vindt, hè? Een soort laboratorium maken we ervan. Is dit makkelijker? kun je... Dan zie ik alles recht gewoon. Je bent een soort onderzeeër. En aan deze kant zie ik alles schuin omhoog. Kun je nou naar je ouders toe lopen? Maar dan moet je ook op een trapje passen, nee. Op een afstapje. Ja, ik vind het waanzinnig. Hoe kom je op zoiets? Ja, ik wilde iets met verwondering doen. Maar dat vraag ik me af, want ik kan me voorstellen als jij zegt ik wilde iets met verwondering doen. Jij had gewoon die spiegeltjes en je had iets bedacht. En dat ik dit gaat over verwondering. Dus je wilde niet iets met verwondering doen, je wilde iets met die spiegeltjes en toen dacht je, hé, dat klinkt als verwondering. Nee, kan ik het verkopen? Nee, het is echt, ik heb allerlei natuurkundeboeken weer overgeslagen van wat is interessant, werking van licht en allerlei andere dingen. En uiteindelijk ben ik op spiegels uitgekomen en op het dierenrijk. Dus ja, als kind is het toch fascinerend om iets van het dierenrijk mee te krijgen. Ja, het idee van, nou weet ik hoe een vis kijkt. Ja. Ja, ik las laatst ergens dat iemand als metafoor had gebruikt. Ik voel me als een overreden hond. Hondversie heb ik nog niet gemaakt. En dat iemand anders toen heel kwaad werd en zei, hoe kun je dat zeggen? Je weet helemaal niet hoe een overreden hond zich voelt. Nee. Ja, dat zijn van die dingen waar je over na kunt denken. Ligt dit over een jaar bij Bart Smit? Ja, ik ben wel aan het kijken of iemand het wil produceren. En het is met name iemand vinden die het ook echt in de speelgoedwinkels willen. Ja, ja. Maar Sophie, denk je dat dit voor kinderen leuk speelgoed is? Ja. Ja? Ja. Echt te gek, hè? Ja, het is heel leuk. Ja, nou kijk. Dat is marktonderzoek. Ja. En ik denk dat het op markt is. Dus, en nou Bart Smit, even bellen. Ja. Heel simpel. Naast jou zit Janita. En
Janita, ik heb me voorbereid op het interview met jou. Want jij hebt een rugzak ontworpen. En in de voorbereiding op deze show is er wel 16 keer aangegeven. Oh, die rugzak is een prototype. Hij is heel duur. Hij moet nog naar Milaan, hij moet nog naar New York. Het zijn hele dure stoffen. Daar mag je niet zomaar aankomen. Dit zijn de handschoenen van Boudewijn Boeg. Heb ik voor een leuke handen zijn er al uitgehaald. Handen zijn er al uitgehaald. Dit is hem, hè? Zullen we even kijken? Wacht even, hebben we de... Dit is wat makkelijk. Doet hij het? Nee. De hand helpt? Hand helpt, ja, hij doet het. Kom er even bij en leg ons even uit wat we zien. Is het in de zaal goed te zien? Het is een donkere rugzak. Deze backpack heb ik ontworpen voor mijn afstudeerproject aan de Design Academy. En de algemene opdracht voor de studenten was: doe iets met travel. En, doe dat van de andere kant. Ik kan misschien even de voorkant laten zien, luid. Is dit de voorkant? Dit is de achterkant. Wat is de achterkant? Oh, de voorkant. Dit is de voorkant. Dit is de voorkant. Ja. Je ziet misschien wel dat ik hem heb aangepast. Normaal gesproken loopt de voorkant gewoon. Gewoon een beetje dichter bij je mond. Oké. Okay. Ja. Normaal gesproken lopen de banden gewoon zo over je borst heen. Ja. Waardoor je op een gegeven moment druk gaat voelen. Wat eigenlijk heel irritant is. Als je lang moet lopen, dan is dat niet fijn. Nee. En dit is met een. Heb ik wat aangepast als een soort van. Cupkop. Ja, precies. Met een cup. En die valt dus net wat eleganter om je borst heen. En waardoor je ook een mooie décolleté hebt. En je krijgt dus hier de druk is weg. Dat is mooi. Is die ook in verschillende cups leverbaar? Nou, ik heb twee tassen gemaakt. Ja. Dit is het anthracite model en ik heb dus ook een bronzen tas. Een bronzen tas. Deze heb ik als eerste gemaakt. Ja. En de tweede die is dus net weer iets anders. Waardoor maar wacht even. Wat is nou zo bijzonder aan deze tas? Ja. Want het is, je hebt er een prijs mee gewonnen. Ja, de Nederlandse designprijzen. Ja, en de publieksprijs op de Dutch Design Week, zie je, de Nederlandse designprijs, dus dat is nogal wat. Want er is maar één publieksprijs. Ja. Hier zit ook publiek, dus we kunnen... Ja, wat zien wij nou hier? Want we zien gewoon een rugzak. Ja, nou, ik heb dus, toen ik die opdracht travel kreeg, ben ik een onderzoek gaan doen naar reizen voor vrouwen. Het is een vrouwenrugzak. Het is een vrouwentas, ja. Ik wilde per se iets voor vrouwen maken. En in mijn onderzoek kwam ik erachter dat hoe reizen ontstaan is. Vroeger ging een vrouw in langs van 1800 tot 1900, ging een vrouw echt met hele karavanen gingen ze op ontdekkingsreis. Er waren er niet veel vrouwen in karavanen op. Hele kamelentochten. Vrouwen op kamelen? Ja, en er waren er niet veel. Er was zelfs ook een Nederlandse. En dan praten we over emancipatie, maar die was er al lang. Die was er al lang, ja. Er, ook eentje uit Nederland, uit Den Haag. En hoe heette ze? Dat weet ik niet meer. Oh. Maar goed, in ieder geval. En die ging ook op een kameel. Die gingen dus met de mooiste spullen en enorme kisten. Die werden op maat gemaakt en dan met al hun kleding erin. En dan heel gevaart met allemaal mensen die ze hielpen. En dan gingen ze echt op ontdekkingstocht. En dat idee. Vrouwen. Flabbergasted. En als je dan bedenkt wat nu het ontdekkingsreizigen van nu is eigenlijk gewoon backpacken, is het meest avontuurlijke manier van reizen nog steeds. En daar ja, maar als je die vrouwelijke backpackers ziet, iets onaantrekkelijkers is er niet, hè? Precies, en dat idee van toen, van die mooie caravan met elegante manier van reizen, dat wilde ik dus in de backpack verwerken. En daarvoor ben ik ook vanuit de mode eigenlijk meer gaan denken. En normaal gesproken een backpack is heel erg nieuwe snufjes en techniek. En dit is een tas die is meer vanuit de mode benaderd. En die spreekt maar wat is hier zo bijzonder aan? Nou, hij spreekt dus meer het gevoel aan van vrouwen. Het is meer, het heeft iets fijns, ook denk ik door de tonen van de hij mag niet gedragen worden nog. Als zou ik zeggen, Sophie. Het is ook een vrouw, je bent een kind, maar je bent ook een vrouw. Nee. Ik heb wel, hier heb ik wat foto's staan. En dan kan je ook zien hoe die op een model... Stee als je even, als bunny. Draagt.
Ja. Nee, maar toch nog, ik weet het nog niet. Wat is er, laat nou eens iets zien aan dat ding. Wat, ja, wat is hier, ik zie hier bijvoorbeeld een corsetsluiting. Precies, de details die ik uit de mode heb gehad zijn dus hier de corsetsluiting. En ook de voorkant, de belijning is ook vanuit een corsetvorm gedacht. Ja. En de plissé, hier vaak. De plissé, dat is dit, hè? Ja. Die kun je dus gebruiken om de tas eigenlijk van 50 liter naar 75 liter uit te breiden. Er zit ook nog een gimmickje op dat je er een handtasje... Ja, dat klopt. Deze bovenkant die kan je eraf halen. Kun je dat laten zien of is dat te ingewikkeld? Ja, dat kan wel. En dan kan je hem dus omdraaien en dan heb je een avondtasje. Een avondtasje. Dan heb je je avondjurk in de rugzak, die trek je aan. Avondtasje, pumps, hoge... En dan kan je erop uit. Dan hoef je het niet een aparte tas te nemen. Als jij ondertussen even dit losmaakt dan... Ja, losmaken. Ja? wil ik ook nog van je weten, want net zoals hij bij Bart Smit terecht komt, waar komt dit terecht? Ja, ik ben op zoek naar een investeerder en een producent die deze tas eigenlijk op de markt kan brengen. Maar dit wordt een limited edition? Ja, ik zie het zelf in de wat luxere reistassenwinkels. Louis Vuitton? Nou ja, misschien bij een merk inderdaad, zo'n bestaand modehuis onderbrengen of onder eigen label. Yeah. En, gaat zo'n tasje, wat gaat zo'n rugzakje kosten? Ja, dat, dat hangt eigenlijk af van waar die verkocht gaat worden. Want je kan het zo duur maken. Kruidvat? Ja, dan. €9,99. Ja, nee. De tas is bedoeld voor jonge vrouwen die wel wat verdienen. Ja, die een beetje te besteden hebben. Ja. En hoeveel meter stof zit hierin? Dat valt eigenlijk heel erg mee. Ja. Het meeste stof is natuurlijk de plissé. Daar gaat heel veel stof in zitten. Kijk eens, laat eens kijken. Ik heb ook nog wat te vertellen over de stoffen. Ja, wacht even. Eerste tasje zien. Ik ga het dus gewoon even verder. Je hebt dus apart de hengsels hier aan te doen. Ja. De stoffen die zijn van Schuller uit Zwitserland, komt dat. En hoor je dat, zeggen? Van Schuller? Van Schuller, ja. Zegt mij niks. Is dat een stof? Ja, dat zijn hele mooie stoffen. Dat zijn technische, hoogwaardige stoffen. Dus die zijn getest. Maken ze er ook parachutes van of zo? Ja, ze maken bijvoorbeeld het Zwitser zakmes maken ze ervan. En Nike gebruikt het in Dior. Het Zwitser zakmes van... Dus eigenlijk is dit een Zwitser zakmes, maar dan anders uitgewerkt. Ik hoor dingen. Oh. Ja, wil je ook even voelen, Steen? Deze stof, bijvoorbeeld, daar zit ook een metaalnaad in geweest, dus die is heel erg stevig en waterdicht en sterk vast. Ja. En andere stoffen die zijn van Kwadrat, en dat komt uit Noorwegen, en dat is een... Ja. Krijg je geld voor, als je die namen noemt? Ik ben een sponsor. Ja, dat dacht ik al. Nee, want wij krijgen boetes, het hoort op televisie uit. Dus je moet nu even vier andere merken noemen. Nee, laat maar zitten. Hey, en zou het iets zijn om samen met Menno dit te ontwikkelen? Want dat er gewoon die dingen in een rugzak kunnen die vrouwen op, die kamelen. Die kunnen met kameleonogen kunnen ze dan die avondtasjes. Ik weet het ook. Toch een iets andere doelgroep. Ja, andere doelgroep. Hé, hey, laten we even zien hoe het tasje is geworden. Dit is het eerste model wat ik heb gemaakt. En het tweede model. Je ziet dus al in dat het echt een proces is wat ontstaat terwijl je bezig bent. Ik heb het zelf samen met een meisje die mode en weer mode heeft gedaan, in elkaar gestikt allemaal. En dit type had ik met een magneet bedacht, maar het uiteindelijke model is dus met een ritssluiting, dat je echt mooi sluit. En dan kun je zo... Ah, te gek. Leuk. Wauw. Wil jij die er even in stoppen, Menno? Hoe vind je dit? Jij bent ook een designer, Menno. Hoe vind je... Ik vind het een mooi project. En maar... Ik hoor het Nee. Ja, zou jij iets verzonnen kunnen hebben of is dit iets wat buiten jouw wereld ligt? Nee, het is wel een hele andere afstudeerrichting ook binnen de academie. Ja. Laatste vraag. Ja. Ik heb ooit een keer gehoord dat op de academie dat het zo is dat als je binnen de academie zit en je ontwerpt iets, dat het dan van de academie is. En niet van jou. Klopt dat? Nee. Dus het is van jou. Jij gaat er rijk mee worden. En jij een beetje zo. Ja. Oké. Okay. Hey jongens, veel succes ermee. Bedankt voor jullie komst. En succes met wat er allemaal er komen gaat. Ja? Dank. Hoi.
dames en heren, Ad van Meurs. The Watchman. Too long. Oh ja, maakt een beetje meer moeite. Ik vroeg me ook af, Anke, of jij hier komt zingen of daar blijft zingen als geheim wapen. Oh, het geheim wapen blijft geheim wapen vanmiddag, dames en heren. Dit nummer, dames en heren, schreef ik anderhalf jaar geleden. Begin augustus. Het gaat over een stad die verwoest wordt door een storm. Ik denk, ik schrijf de nummer, vond mooi. Een paar weken later werd Noorien's verwoest door een storm. Toen dacht ik, shit man, misschien helemaal zo'n mooi nummer, een beetje gevaarlijk nummer, want nummers komen uit, blijkbaar. Ik heb zo'n nummer geschreven over hoe het fout gaat tussen een muzikant en zijn vrouw. En toen moest onze gitarist meteen scheiden. Die is er nou niet in door. Ja, shit man, ik dacht, misschien moet ik toch eens over andere dingen gaan schrijven, want nummers komen uit, weet je wel. Maar vandaag is het 10 december. Dus ik heb vanochtend het plan opgevat om een nummer te gaan schrijven hoe pak een beetje 80-tal leuke mensen in een mooie gelegenheid in Eindhoven vandaag de staatsloterij kan winnen. Voor zover nog nodig had, hoor. Big storm hit town today. Got bricks, got blown away. It's got in its tricks. His tricks are good. Always take the foot, then I think he should. So temples burn and people die. We never learn. We kill, we cry. So now I know that all I can do is to run to the store, buy a ring for you, buy a ring to keep the trouble away, buy a ring to say I love you today. Buy my ring for the sake of mine. You go away, change your water to wine. Stronger than me. That's why I bow and kneel for thee. But all I got left is to take a deep breath, to push my deadline further ahead. By the rain, keep the trouble away. By the rain, say I love you today. Like a by rain for the sea of mine. If you go away, change your water to wine. De volgende gast is een clown. We hebben het net al, het woord hebben we al een keer gehoord. Het is Arno Huibers en ik wil vragen of je hier komt zitten. Ja,
Ja. Hij heeft een boek, mensen. Hij heeft een boek. Het boek. Clown met twee neuzen. Ik hoop dat u ook allebei de neuzen kunt zien. Voor de televisie. Om meteen maar met de neus in huis te vallen. Ja. Het gaat om de menselijke neus, ja, onder de rode neus. En met een knipoog natuurlijk, ja, naar het tweede neusje. Want het tweede neusje, dat zit in het kruis van de Heer. U kunt het allemaal zien? Oké, Arno, waar gaat het boek over? Het boek gaat over mijn clownsleven. En dat bestaat deels natuurlijk uit een visie op clownerie. Maar tegelijkertijd ook een groot aantal anekdotes uit mijn circustijd. En tegelijkertijd ook staan er een aantal reisbrieven in die ik heb geschreven. Wat een inkijk geeft in mijn beleving van projecten rondom clownerie met dementerende, clownerie met zwerfkinderen in Roemenië. En ook het ontstaan van klinieklaus toen een tijd. Dus ook dat soort projecten. En een groot gedeelte bestaat uit foto's, clownerie over 26 jaar. Oké, je noemde al even dat je een circustijd hebt. Dat heeft niet iedereen? Nee. Vertel eens wat over je circustijd. Nou ja, ik heb me laten verleiden door een collega om mee het circus in te gaan. Ik studeerde op de toenertijd Academie voor Expressie, de Woord en Gebaren, wat tegenwoordig theaterschool heet. En ik was eigenlijk nog, ik moest nog afstuderen en toen ben ik al het circus ingegaan. Samen met Jan Bouw, een collega van me. We wilden verschrikkelijk graag clown worden. En ik had zelf het gevoel, ik kan wel een aantal workshops volgen op zo'n academie. Maar het echte clownsleven was naar mijn idee toen op tijd, dat zou ik in het circus vinden. Ja, dat heb ik geweten. Hoezo? Nou, dat heb ik geweten. Die directeur die is een keer komen kijken toen we van kleuterschool wat een clownsact van een half jaar of van een half uur hadden gemaakt. Daar vielen natuurlijk meteen die... Dat was niet goed. Dat ging naar onze idee niet al te denderend. Ik sloeg meteen de neus van mijn collega af. Dat was een goed die neus, daar had hij een half uur zitten werken en zo. Maar in ieder geval, wij zijn daar dus aangenomen. En dat betekende dat we in dat eerste jaar in het circus wel iets mochten doen als het publiek binnenkwam. Maar in de voorstelling zelf een enkele keer ook nog wel een reclame-actje mochten doen. Ja. Van de plaatselijke fietshandel. Maar het grote werk werd overgelaten aan, dat noemde ik de hoofdclowns. Maar hoe gaat het dan een circus? Want als ik clown zou willen worden, dan... dat lijkt me heel, heel raar. Een circus en die mensen daaromheen, die zitten altijd achter een hek met dieren. Nee, dat zijn de dieren. Dat zijn de leeuwen. Nee, maar ook die circusmensen, die zie je toch nooit? Of dan, je moet daar dan dat hek door? Het is, voor zover ze nog hekken hebben. Ja. Maar het is inderdaad een vrij besloten gemeenschap. Ja. Het reist van dag tot dag, zeker het Nederlandse circus, van dorp tot dorp, van stad tot stad. En de enige zorg die ze hebben als ze aankomen is zorgen zo snel mogelijk een stroompuntje te vinden dicht bij de winkels. En waar zijn de winkels? Je zorgt dat na de voorstelling zo snel mogelijk je caravan, in mijn geval de woonwagen, is ingeruimd. Zodat de yoghurt er niet uitkleurt. En zijn die mensen altijd samen? In wezen, is dat niet een soort van familie, net zoals bij de kermis? Nee, het is eigenlijk heel gek. Je moet je voorstellen dat je eigen buurman en je eigen buurvrouw, of eigenlijk je hele straat, dat je daar... S'morgens ook mee naar je werk gaat en s'avonds dan ook nog in die straat mee woont. Ja. Met al die spanningen die dat natuurlijk met zich oplevert. Maar dat is natuurlijk heel vreemd als je met je eigen straat ook s'morgens met z'n allen hetzelfde kantoor toe zou gaan. Dan zou ik dat met Huub moeten doen. Huub is iemand uit mijn straat. Ja, of ja, moet je voorstellen. Of in dit geval met Rob bijvoorbeeld. Ik woon duurder. Ja, hij woont veel duurder. Maar goed, een circusleven is een heel eigen besloten... Ja, maar dan moet je toch een clown zijn, wil je daarin gaan. Dan moet je dan... Ik kan me niet zo goed voorstellen dat je op een gegeven moment denkt... Ja, clown, ik zou wel clown willen zijn. En dan ga ik naar dat besloten wereldje van dat circus toe. Ik denk, als ik dat van tevoren had geweten, had ik het ook nooit gedaan. Want het betekent s'nachts... waar ze mij voor inschakelden was de tent opbouwen. S'nachts om 3 uur lag je in je bed. Ik heb hier ook nog eens al het water gebracht voordat ik hier mocht presenteren. Ja, ja. En dat is bij jou nog heel snel gegaan. Ja. Maar, op dezelfde dag zat ik al hier te interviewen. Ja. Maar het betekent dat je heel veel randwerk eromheen moet doen. En dan mag je iets in die piste doen. Dan ging het daarna, in het derde jaar dat ik in het circus al werkte,
had ik mijn eigen nummers, mijn eigen acts. En vandaar dat kon ik naar Italië toe en daar heb ik gewoon heel veel publiciteit gehad. Dus het is in een aantal jaren is dat heel snel gegaan in de circuswereld. En daar had ik het gevoel, ja, nu kan ik voor twee kanten kiezen. Ik kan of met circus doorgaan en dan kom ik in de categorie defilarible, pop-off, et cetera terecht. Of, en dat was mijn interesse, ik ga terug naar Nederland en ik ga kijken of het me lukt om de clown in het theater te zetten. Ja, maar dan wil ik eerst weten wat een clown is. Dan drink ik even. Heb jij een antwoord voor me? Nou, ik vroeg me wel af, want ik zit de hele tijd naar je te kijken. En ik heb net even foto's bekeken, want ik denk, ja, een clown. Dat vraag ik me af, word je als clown geboren? Bij jou zijn het je ogen, zie ik. Ik zie in jouw ogen de clown, maar dat is mijn projectie. Maar wat is een clown? Ja, dat weet ik niet, dat zie je in zijn ogen. Die vraag die wordt natuurlijk meer gesteld, wat is een clown? Dit is een hele lastige om uit te leggen. Enerzijds is het de zot in de maatschappij. Het is een anarchist. Het is iemand die dat laat zien wat mensen eigenlijk van zichzelf niet willen laten zien. De Hofnar? Nou, die had het grote risico dat zijn kop eraf ging. De Hofnar is meer te vergelijken met een cabaretier tegenwoordig. Een clown heeft iets meer van een milde spot over zich. Een clown, daar voel je je toch mee begaan. Die zou je toch willen omarmen. Tenminste, althans, de clown waar ik vanuit ga. Er zijn natuurlijk veel verschillende soorten clowns. Dus ja, want je hebt de drie basistypes geloof ik, hè? De Italiaanse. Of is dat weer. Nou, dan kan ik hier een college geven, maar laat ik met verschillende soorten clowns. In het circus heb je de witte clown, de domme clown, de August. Laat ik even heel grof, de klassieke circus clown. En daartussenin nog een soort Monsieur Loyal, iemand die daartussenin kan zitten. Maar andere soorten clowns, theaterclownen die de afgelopen 25 jaar in Nederland steeds meer is opgekomen. Dat is onder andere door mensen, de Fools-richting, Django Edwards. Dat is bijvoorbeeld een hele andere soort clown. Dus daar doe ik dan op met verschillende soorten clowns. En dat zijn mensen die wat dat betreft niet meer vanuit die klassieke circusclown denken en handelen. Maar die ook echt werken vanuit van binnenuit. Noem eens een voorbeeld. Jij gaat een voorstelling maken, want je hebt de clownerie zit in het theater nu. Daar ben jij verantwoordelijk voor, toch? Dat kunnen we wel zeggen. Ik zou willen dat ik dat kon zeggen. Ja, dat heeft liefde iets zegt. Allee, vanuit in Eindhoven, heel stuk. Ja, in ieder geval, in mijn eigen straat, in mijn eigen studio achter mijn huis, daar ben ik verantwoordelijk voor de theaterclown. Ja. Maar die theaterclown, jij gaat een voorstelling bedenken. En hoe moet ik me dat voorstellen? Ligt er een hark dat je dan denkt, nou daar ga ik op staan? Het is inderdaad het klassieke beeld van de clown is met Emma Swaters, is het klappen geven, is inderdaad de hark en daarop lopen. Mijn clownerie, om een paar voorbeeldjes te geven, dat geeft misschien een indruk voor de mensen die het nooit gezien hebben. Een act met een volkspot. Ik probeer het licht te vangen. Die volkspot die gaat gaandeweg een eigen leven leiden. Ik kan hem een jong leren. Het is een spot die, waar ik achterheen moet, die op een gegeven moment vanuit die achtervolging achter mij aankomt te zitten. Een heel spel tussen mij en die lichtvlek. En uiteindelijk weet ik hem te vangen in een grote emmer. Op het moment dat ik de deksel dicht doe, zie je die spot door die lichtemmer heen schijnen. Het zijn van dat soort kleine actjes. Een speeldoosje, iemand die geeft een klassiek concert. Dat is een voorbeeld uit mijn laatste voorstelling. Dus Paul van Heijden, een dijk van de muzikant, is met op een marimba bezig met een klassiek concert te geven. De clown die komt op, die vindt dat geweldig. Heeft zo'n polyfoon, een groot soort speeldoosje, zeg maar, van die ijzeren platen erin. En heeft zoiets van, ja, dat kan ik ook, ik wil meedoen. Dus die draait dat ding op, doet de deksel open en je wordt als een muziekdoosje. Nou, dat wordt een paar keer op die manier, wordt dat concert natuurlijk verstoord, in alle onschuld. Het einde daarvan is dat die man zo verschrikkelijk kwaad wordt, Paul van Heijden, dus de man in smoking, zijn concert onderbreekt, dat doosje uit elkaar ramt, alles in de vuilnisbak gooit en kwaad afbijt. Klaar, triest, loopt naar die vuilnisbak, doet die deksel open en die vuilnisbak begint weer datzelfde melodietje te spelen. Bij mij zit het dus in dat soort, ik zoek het meer in die poëtische elementen van die clownerie. Ja. En dat is dan één onderdeel van mijn werk. Met clown zoek ik ook in bewegingstheatervoorstellingen met Frans Kuster samen. Dat is een heel ander facet van mijn werk. En de kliniek clown? Ja, ik heb een aantal jaren geleden, dacht ik, ja, 14 geleden, nou, ik kan een hele hoop met mijn werk, hartstikke leuk. Zou die clown ook in maatschappelijk opzicht ook nog iets kunnen betekenen, nog iets anders, iets meer? Ik ben met Hans Loots, goede kennis is dat, een vriend van me geworden. Zijn we begonnen met te spelen voor kinderen in ziekenhuizen. Natuurlijk waren er ook andere clowns die al wel eens werkten voor kinderen in ziekenhuizen. Dus dat op zich was natuurlijk niet zo bijzonder.
Maar we zijn in contact gekomen met twee meisjes die in het AMC daar 3 maanden werken onder de noemer Clinicans. Dat was toen de tijd Nederland absoluut een niet bekende naam. We hebben de krachten gebundeld en daaruit is de organisatie Clinicans Nederland uit ontstaan. Waar ik overigens na 1,5 jaar al uitgestapt ben. Ja. En met het project Clinicans in Roemenië aan de gang ben gegaan. Omdat ik het gevoel had dat het daar, met name de zwerfkinderen die daar over straat zwerven, de mensen met verstandelijke gehandicapte kinderen die daar echt nog aan spijlen van bedden werden vastgebonden. Ik had het gevoel dat het daar veel meer, of nog meer zin zou kunnen hebben, laat ik het zo zeggen. Ja, en wat ik van je las is dat jij vindt dat een clown, of dat je hebt ervaren dat een clown op een andere manier communiceert met een patiënt of met een mens, dan een gewoon mens. Dus bijvoorbeeld verzorging in tehuizen, bij verstandelijke gehandicapten bijvoorbeeld. Dat Mimakkers project. Kan je daar iets over vertellen? Dat zijn 2 vragen, maar die komen daar wel samen. Naast het Clinicans project in Roemenië, zo ben ik op een gegeven moment ook gaan onderzoeken. Ik spreek bijvoorbeeld geen Roemeens. En ik communiceer met de kinderen daar in ziekenhuizen en met Droomkracht, dat is dan weer het project van zwerfkinderen. Ik communiceer met die kinderen door middel van non-verbale communicatie, door middel van de mimiek. Maar wat zeg je dan? En nou even Mimakkers nog. Ja. Anders dan wordt het. Mimakkers is het project wat we, een Eindhovense stichting die zich uitbreidt en die werkt dan voor mensen met dementie. En dan met name de mensen die zo diep dementerend zijn, die niet meer met normale communicatie of tot normale communicatie in staat zijn. Die dus de woorden niet meer tot hun beschikking hebben. Ja. En dan is het communiceren door middel van. Ik probeer altijd contact met de ogen te maken. Ik probeer altijd, en dan met hele kleine elementen. Ik geef 1 voorbeeld, dat is misschien wat makkelijker. Een mevrouw, ik was 4 weken aan het werken, was toen nog een experiment, een paar jaar geleden, met in de Passaat in Eindhoven, psychogeriatrische afdeling, dus mensen met diepe dementie, die ook niet meer van die afdelingen af kunnen. En het viel me op dat ik dacht van, ik heb een mevrouw in al die 4 weken heb ik overgeslagen. Het was een mevrouw die liep steeds met haar hoofd, die liep dus met haar hoofd steeds op deze manier. En in 4 weken tijd zag ik haar steeds meer dieper komen met haar hoofd. Dus die sloot zich op die manier ook helemaal af en die schuifelde continu. Die zat niet op een stoel, die schuifelde alleen maar. En ik denk, hoe moet ik diegene nou bereiken? Ik bedoel, ik kan niet met een bloemetje aankomen, ik kan niet met een muziekdoosje werken, mijn zeepbellen ziet ze niet. En ze liep gelukkig vrij langzaam, dus op een gegeven moment zag ik haar weer in een baan lopen. En ik denk, wel met die vrouw wil ik contact maken. Dus toen ben ik 1 meter of 4 op afstand, ben ik gewoon op de grond gaan liggen, een beetje uitgepland hoe zij liep. En ondanks dat daar ook wat speeksel regelmatig uit de mond viel, kwam ze dus gaandeweg, kwam ze naar me toe. En terwijl ik zo lag, zie je dus op een gegeven moment dat gezicht boven je komen. En op dat moment breekt ze haar hele mond open. En ze lacht dus, het was woordeloos lachen. En ja, we hebben daar denk ik een minuut of 3 heb ik daar gelegen en heeft ze liggen kijken. En ja, dan kun je zeggen, ja, ik denk dat communicatie is. Dat er iets gebeurt waar ik me in haar wereld verplaats en tegelijkertijd ik krijg iets terug. Het is een voorbeeldje, maar zo in dit soort elementen moet je zoeken. Een bloemetje aanbieden. Dan kun je natuurlijk, je kunt iemand een bloem geven, maar een clown met een roos. Voor iemand die nog in staat is om dat te krijgen, daar kun je een heel spel omheen maken. Van de referans maken, voordat iemand die bloem krijgt, de plaatjes stellen. Daar maak ik daar een heel spel omheen. Wanneer heeft zo iemand voor het laatst een bloem gehad? Ja. Nou, dus ik zoek het in de elementen van kleuren, kleding, hoeden. Op dit moment zijn de meeste mensen 70, 80, 90 tot ouder. Er zijn ook jong dementerende mensen. Dus er is, door op die manier bezig te zijn, kun je iets aan communicatie krijgen met mensen waarvan dan ook daarmee wordt gezegd, die zitten helemaal in hun eigen wereld, daar kom je niet meer bij. Ja, ze herkennen hun eigen kinderen niet meer. Nee. Nou, vaak, dat zie je ook aan familie, als ze bezoek komen, dus, moeder, soms zie je wel dat er nog even iets doorbreekt. Dan is er een halve minuut, een minuut, hoe is het vandaag en we zijn ook daar geweest. En dan zie je gaandeweg in dat gesprek, ja, mensen zijn ook snel door hun eigen gesprek heen. En je ziet ook bij de ander weer
na die eerste ontmoeting, dan zie je dat gezicht weer verstarren en dan is het over. Dat vind ik voor familie vaak ook, kan dat best heel pijnlijk zijn. Is het ook. Mag ik vragen, clown, ben je dat 24 uur per dag? Ben je altijd clown? Nee. Is het gewoon een vak? Ik ken, voor mij is het echt een vak, een ambachtelijk vak ook. Ik ken wel mensen die het wel 24 uur zijn. Dat is heel lastig. Vermoeiend? Ja, dat is heel vermoeiend. Ik heb dat ook echt gezien. Ook en blijven die huwelijken goed? Nee. Nee. Tenminste, degene die ik nu voor ogen heb, dat zijn drie clowns die ik nu ken. Alle drie is dat inderdaad heel lastig. En bij jou blijft dat wel goed? Ik heb geen huwelijk, maar een hele goede vriendin. Daar niet ik wou nog even iets bij. Je bent een zelfstandig kunstenaar in Eindhoven, hè? Ja. Het gaat jou redelijk goed. We hebben hier net een zelfstandig kunstenaar in Eindhoven gehad. En jullie zitten een beetje in het circuit van of Broadway. Hoe vind jij nou dat de gemeente omgaat met jullie? Nou, het is of Broadway. Ik heb natuurlijk mijn eigen Broadway-tempel aan de Kalverstraat. Kijk een keer op www.arnohuibers.nl. Want we hebben daar in februari, maart, april een voorstelling. Ja, precies. Dus. Ja, ik heb een enkele keer incidentele subsidies aangevraagd bij de gemeente. En heel incidenteel wordt dan ook wel weer eens een keer iets goedgekeurd. Bijvoorbeeld heeft de gemeente voor een klein stukje aan dit boek bijgedragen via een bepaalde stichting over. Maar kun jij als... Stefan heeft daar veel meer met carte blanche, want dat hebben jullie straks niet genoemd. Stefan vind je onder carteblanche.nu nu. Ja, dat staat allemaal op onze website. Ja, nee, maar goed, voor de mensen die het woord carte blanche is even goed om te onthouden. Die heeft daar veel meer last van, omdat die... Ik zit natuurlijk nog vrij toegankelijk te werken. Je maakt ook nog jeugdvoorstellingen. Ja, en die zijn nog redelijk toegankelijk. Dus ik weet op de een of andere manier mijn clownsbroek nog wel op te houden. Behalve dan op die voorpagina, of op die voorkant. Ik heb me daar heel bewust in opgesteld dat ik niet van subsidies afhankelijk wilde zijn. En dus in dat opzicht is het me gelukt om eigenlijk als een kleine zelfstandige mijn bedrijfje overeind te houden. Ja. Ik heb er best wel meningen over. Ik denk dat de gemeente met al hun grote projecten als muziekcentrum en Schouwburg, waar ik hartstikke blij mee ben, want het is natuurlijk uniek dat dat is, ook een Plaza Futura, toch meer oog zou mogen hebben voor al die kleine initiatieven. Want Eindhoven is natuurlijk een stad van heel veel artiesten. Ja. In muzikaal opzicht, als een beeldend opzicht, beeldende kunstenaar, is het best ervan. Het is de ziel van de samenleving. En zeker een stad als Eindhoven, wat een stad van mensen is, niet zozeer van gebouwen of zo, denk ik van die kleine initiatieven zouden wat mij betreft echt veel actiever. We gaan het als raadgever van de gemeente gaan aanrijden. Ik denk in de komende jaren dat er ook heel wat gaat gebeuren. Een beetje over onze volgende gast. Ja. Dat er in de komende jaren heel wat... goed. Nee, maar we gaan eerst onze clown bedanken voor zijn komst. En het boek is na afloop hier te koop. Nee, het is echt een standje. We maken een standje. Prachtig boek. En het kost... €19,95. Vandaag €19,95. Nou, en doe je het nu niet, kijk het gerust even in. Het is ook bij de Heremiet niet en ook bij Vampieren en zo. En je kunt een steentje maken. Kunnen we dat daar. Maak het steentje. Ja, het komt allemaal goed. Nee, hier aan tafel. Oh, hier aan tafel. Blader het naar afloop lekker voor. En je kunt aan een clown de hand drukken en je kunt contact maken en hij laat je lachen. En neem je de mente moeder mee. Het is allemaal goed. Ja? Je kan alles met hem doen. Bedankt. Waar ik jaloers op ben. Ja? Oh! Dankjewel! Arno Huibers! Dames en heren in Eindhoven. We gaan iets groots van Eindhoven maken. Eigenlijk is het een beetje een vreemd onderdeel. Het voelt een beetje gek onderdeel wat we nu gaan hebben. Omdat we hier iemand hebben. Allard Krijger, die komt dadelijk hier naast me zitten. En die gaat over Eindhoven aan zee. En die komt daar over vertellen. Allard, kom zitten. Allard Krijger. Ja, hallo. Het project Eindhoven aan Zee. Ik heb de website gezien. Er is een website, eindhovenaanzee.eu. Ja. En daar heb jij iets mee te maken, want we wilden daar iets over weten. En toen kwamen we bij jou terecht. Wat heb jij daarmee te maken? En wat is het überhaupt?
ik ben woordvoerder van Eindhoven aan Zee. Ja. En kort gezegd hebben we bij Eindhoven aan Zee vooral heel veel behoefte aan water. Dus daar mag je mee beginnen. Oké. Oh nee, spijt. Maar Eindhoven aan Zee is een actiegroep en een denktank en een informatiepunt voor ideeën om broeikaseffecten te gaan bevorderen. Want het broeikaseffect dat is nou eenmaal een gegeven. En dat horen we heel veel nieuws over de laatste tijd. De aarde warmt op, de polen gaan smelten, de zee gaat stijgen. Maar goed, met een jaar of 5, met een jaar of 100. Dit is voldoende, dankjewel. Zou dan de zee bij Eindhoven liggen? Nou, wij bij Eindhoven aan Zee vinden dat eigenlijk veel te lang duren, 50 jaar. We hebben zoiets, we moeten met z'n allen hier in Eindhoven en ook de omgeving zoveel mogelijk initiatieven ontplooien om het broeikaseffect te bevorderen, zodat die zee eerder bij Eindhoven ligt. Bijvoorbeeld. Daar ben je stil van, hè, Steen? Behoorlijk. Nou ja, ik heb de film gezien van Al Gore. Heeft iemand een Inconvenient Truth gezien? Die heb ik ook gezien. Ik was er behoorlijk door. Want jij zegt nu gewoon van het broeikaseffect en het opwarmen van. Maar ik vond het redelijk heftig om te horen. Jij hebt het over bevorderen. Jazeker. Ja, je hoort heel veel mensen die film heel erg indrukwekkend vinden. Ja. En daarna zeggen ze tegen elkaar, jongen, dat is erg. En vervolgens stappen ze in de auto en rijden ze naar huis. Dat is niet waar. Want? Serieus, heeft de auto weggedaan. Nee, kom op. Ook niet. Serieus. Nee, maar het is echt, ik probeer er echt wel wat aan te doen. Ik praat er veel over met mijn vrienden. Nee, serieus. Ja. Nee, maar ik praat er veel over. Ik heb het erover. Ik neem echt minder de auto. Ik ben aan het denken over hoe ik dat beter kan regelen, hoe ik dat bewuster kan doen. Meer kaarsen thuis aan. Ik doe daar echt iets aan. En jij zegt, veeg dat van tafel, want dat is wel een initiatief van mij. Dat ik dat echt doe. En ik denk dat als we dat allemaal doen, dat we allemaal toch een steentje daaraan bijdragen en dat toch beter wordt. Ja, maar dat is wat Al Gore zegt. Zeker, maar uiteindelijk heeft het toch wel te maken met economie. En de economie moet groeien. En mensen willen allemaal een flatscreen televisie. Dat is heel erg belangrijk. En dat kan je mensen ook niet afnemen. Dus dat moeten ze ook gunnen. Je moet mensen ook gunnen dat ze korte stukjes met de auto willen rijden. En dat ook kunnen doen zonder dat ze daarbij zo schuldig hoeven te voelen. Het is voor een goed doel. Straks ligt Eindhoven ligt aan de zee. We hoeven niet meer helemaal naar Rio de Janeiro te gaan om een bikini te zien. Of Zandvoort bestaat hier niet? Nee, Zandvoort is dan ook weg natuurlijk. Maar dat is niet zo erg. Eindhoven krijgt een veel mooier strand. En we zijn al bezig met geld. Dat betekent dus dat Eindhoven aan de Noordzee ligt. Ja. En hoe ziet ons land er dan uit? Wat is er allemaal weg? Kom op. Dat moeten we toch niet doen? Nee, maar deze meneer heeft een toekomstvisie. Dus dan wil ik even horen hoe het in zijn ogen eruit ziet. Eindhoven aan Zee heeft tenminste echt een keer een visie voor de toekomst. Maar alle andere mensen moeten. Maar hoe ziet Nederland eruit dan? Kom ik zo op. Maar de milieuactivisten en dergelijke, die willen alles stopzetten. Het gaat altijd om, we willen de dingen zo houden als we willen. Nee, je moet gewoon vooruit gaan, ondernemingszin, geld verdienen, Eindhoven aan de zee. En hoe gaat Nederland eruit zien? Nou, als een hele mooie, rustige zee en het prachtige strand ligt dan bij Eindhoven. En wat is er niet meer en wat is er nog wel in Nederland? Waar komt de zeegrens te liggen, zo Eindhoven en dan naar Den Bosch? Of? Daar moeten we nog overleggen met de groep Den Bosch aan Zee. En hoe dat precies gaan de kust gaan. Maar bijvoorbeeld Scheveningen, Den Haag, ja, non-existent. Dat is allemaal weg. Ja. Er zijn overigens ook al een aantal mensen in Eindhoven, binnen Eindhoven aan Zee, die een project aan het opzetten zijn om eventueel belangrijke gebouwen vast af te breken in het westen van het land en dan hier in Eindhoven neer te zetten. Wat denk je aan? Ja, er zijn verschillende ideeën over. De Domtoren is bijvoorbeeld toch wel een aardig gebouw. Misschien de Euromast. Koninklijk Paleis op de Dam? Eventueel, maar dat is weer te veel met het Koninklijk Huis verbonden. En misschien dat we tegen die tijd dat ook kwijt. Maar wie zit hier achter? Ja, de Stichting Eindhoven aan Zee zit hier achter. En natuurlijk een aantal hele grote ondernemingen. Bijvoorbeeld Shell doet daar natuurlijk aan mee. Dat is gewoon belangrijk. De fabrikant van Hummer is ingestapt. Philips ook. Ik lees dan net dat Philips juist met die nieuwe lampen die weer energiezuiniger zijn
Of is dat een stembeweging? Ja, dat is al politiek correct gedrag. Want we moeten wel even die overstap maken dat het echt gaat om dat we de vooruitgang niet tegen willen houden. We moeten echt vooruit willen. En er zijn nog veel elementen momenteel die zoiets hebben van nee, we moeten alles houden zoals het is en we willen geen vooruitgang en het moet precies zo zijn. En daarin speelt Philips dan nog deze rol, maar dat ik kan je vertellen, dat is dan nieuws nu. Philips die gaat toch binnenkort ook niet buiten overstaan. Deze... Kom op jongens, we zijn toch ook gewoon Nederland. We zijn Nederland en we zijn samen, weet je wel. Ik denk niet alleen maar aan Eindhoven, maar ik denk ook aan Amsterdam. Daar zijn mensen die ik ken. Mijn dochter woont er, mijn kleindochter. Ja, nou, bijvoorbeeld, die zouden dan moeten verhuizen. We kunnen toch veel beter iets bedenken wat het tegenhoudt en daar keihard mee bezig gaan om dat te stoppen. Ja, mensen willen het niet tegenhouden. Ik wil het tegenhouden. En misschien wil jij het wel, maar... Waarom dan? Ik wil het tegenhouden. Het wordt hartstikke warm, weet je wel, dat gaat over 20 jaar. Oh, sorry, ik praat hard genoeg, hè? Ja, oké. Dat gaat over 20 jaar. De aarde warmt op. De ijskappen die smelten. En dat gaat allemaal heel snel, omdat het ijs is wit, dus dat licht dat ketst erop af. Als het ijs smelt, dan wordt het wateroppervlak. Ja, dat weten we al. Dat gaat heel erg snel. Dus en je ziet nu al de bomen die knopjes krijgen, ja. Weet je wel, de kastanjebomen, die gaan allemaal dood. Omdat er nu wel winter wordt, terwijl zij denken dat het lente was en net allemaal nieuwe... Maar meneer de vragensteller, het gaat natuurlijk niet alleen om jou en om de mensen hier in Nederland. Alle mensen in China willen ook een flatscreen tv. Alle mensen in China willen ook een Hummer. Dat mogen we ze niet ontzeggen. Dus, maar doe je dat? Die film komt daar toch ook? Die film, iedereen gaat het kijken. Iedereen gaat die film, jullie gaan toch naar die film toe? Ja. Toch? Ja. Dat is toch, dat bindt ons toch? Dat we zijn toch mensen en we willen dat toch houden. We hebben een gast aan tafel. Het was je misschien wel gaaf. Een beetje raar. Ja, nee, we hebben wel meer rare gasten. Dat moet je. Ja, je moet toch net doen alsof je het mensen vindt die de moeite waard zijn om een gesprek mee te doen. We hebben hier Eindhoven aan Zee. Het zou zomaar kunnen. Nou, het enige wat het gaat gebeuren, en hij wil het versnellen, maar het gaat gebeuren, dat is toch ook... Nou ja, dat denk ik niet. Ik denk het niet. Maar als het nou zo zou zijn, hè, hoe zou dat dan zijn? Nou ja, dat wilde ik net zeggen, dat het enige wat ik er fijn aan zou kunnen vinden, weet je wel, is dat ik, als ik in de auto zit, dat ik me niet schuldig voel. Nee, het gaat niet om jou, het gaat om Eindhoven aan Zee. Nou, dat is het enige wat ik er leuk vind. Lijkt het jullie heerlijk om hè, uit je huis te gaan en... binnen 5 minuten aan het strand te liggen? Ja, er komt waarna de Limburglaan is, komt een hele grote Koopgootboulevard. Dat is op zee. Ja. Waarschijnlijk hebben jullie de foto's al gezien. De pier komt er ook, ja, hè? De pier komt er ook. Die komt in het verlengde van de Karel Grote Laan. Wauw. En die grote driehoek die er nou staat, die kunnen we gewoon laten staan natuurlijk. Maar het Kasteelplein en zo, dat ligt dan onder water. Dus Eindhoven wordt eigenlijk een badplaats? Eindhoven wordt een badplaats, ja. Een grote, mondaine badplaats? Of een volkse badplaats? Moet ik dat zien? Een grote, mondaine en we kunnen gewoon verschillende stukjes van maken. Maakt niet uit natuurlijk. Er zijn ook al plannen voor een historisch vissershaventje. En in Philipsdorp kunnen we dan... van die oude ambachten en zo, daar plaatsvinden. Het wordt echt een hele andere stad. Ja, er gaat eigenlijk wat gebeuren, denk ik. Visvangst? Visserij? Als er nog wat vissen zijn, eventueel, ja. Wat doe je met Amsterdam? Amsterdam, ja, daar hebben we contact mee met een ondergrondse daar. Die zijn bezig met Amsterdam Atlantis op te zetten. Dus er komt een koepel over Amsterdam heen. En vanuit Eindhoven komt er dan een veerpont, zeg maar, die op en neer naar Amsterdam Atlantis vaart. En dan kun je naar beneden. Kunnen ze even kijken met zo'n glazen bodempje, dat ze naar de stad kunnen kijken. Of als ze meer betalen, dan kunnen ze ook gaan kijken naar Amsterdam Atlantis. Het gaat toch gebeuren, Steen. Het is niet tegen te houden, broeikas. Het is niet tegen te houden, zegt meneer hoor. Ik weet er te weinig van, maar... Wat moeten we doen om het te verwezenlijken? Nou, meer met de auto rijden. Bijvoorbeeld nu de ramen openzetten, de verwarming omhoog. Meer roken of minder roken, of maakt dat niet uit? Nee, roken, dat maakt... Roken heeft geen invloed. Heeft geen invloed, nee. Het moet ook tegen kernenergie zijn, want dat draagt niet bij aan het broeikaseffect. En dat is verder alleen maar... tegen kernenergie is goed. Tegen kernenergie blijft goed. Dus er zijn toch wel een paar van die standaard idealen die je gewoon kunt houden. Dat is geen probleem.
Schrijf is Eindhoven aan Zeepunt. Nu? EU. EU. En ja, mensen kunnen daar ook ideeën inleveren. En ja, heel graag. Ook lid worden. Of, ja, ja. Je kan lid worden van de nieuwsbrief. Ja. Ja. Te gek. Nou, ik vond het toch een eye-opener, zou ik maar zeggen. De nieuwsbrief, is dat echt een brief? Of een... Gaat via e-mail. Gaat via e-mail. Kan dat niet op papier ook? We zijn weer bezig dat ze er zo eerst bij kunnen dragen aan het drukkaseffect. Ja. Maar dat zit natuurlijk met financiën en dat soort dingen. Maar... Oké. Okay. Nou, ik ga je steunen. Ik ben om. Dankjewel. Alla Krijger. Alla Krijger. Eindhoven.eu. De Watchman, hè, dat ben je. Ja. Je bent de Watchman, zo kent de hele wereldje. Valt wel mee. Ja. Elke maandagavond in meneer Frits programmeer jij een avond. Ja, ik heb daar een club op maandagavond. Dat doe ik, een club. Een club, muziekclub. Ja. En wat gebeurt er? Daar komen je singer-songwriters, andere akoestische act, roots-achtige muziek. Of allemaal dingen die ik leuk vind en die ik ga voor een goede songs en dingen die daarmee geleerd zijn, die programmeer ik daar. En er zitten tussen de 75 en 150 mensen gezellig aan tafels en stoeltjes en die worden door mooie dames geserveerd. Dan hebben we daar een club, een muziekclub. En dat is of elke week? Iedere week, ja. En iedere week staat daar een ander iemand. Ja. Hoe krijg je dat voor elkaar? Want is dat altijd goede muziek of is het ook... Nee, dat is heel goed. Ja, het is niet... Nee, serieus, het is geen flauwekul. Het is de bedoeling, of niet de bedoeling, dat gaat gebeuren. Meneer Frits van het Muziekcentrum wordt de Zuid-Nederlandse singer-songwriter club. Nou, misschien wel van Nederland. Ja. Ja. Zonder te knippen met mijn ogen. Maar hoe ken jij zoveel mensen dan? Als artiest opereer ik wereldwijd en... leer je heel veel mensen kennen en zeker in het jargon waar ik het zit, zeg maar folk, akoestische dingen, oftewel het circuit waar voor promoters en agenten geen geld aan te verdienen valt, is er heel veel contact onder de muzikanten zelf. Ja, ja. Het is een soort globale folk scene waar ik helemaal in zit en die andere mensen ook. En ja, we helpen elkaar, dat is de essentie van die scene. Dus jij bent lid van die groep? Nou, ik heb geen pasje, maar... Nee, maar je voelt je wel lid van die groep. En jij bent dat ook aan het verspreiden. Je bent zo'n soort die olievlek aan het... Ja, precies. Wat goed, man. Nee, bij een woorden zou ik dat zeggen. Ja? Olievlek, ja. Olievlek, nou ja, het is gewoon uit het woordenboek. Allah, het is ook voorgaan. Hé, maar jij bent de Watchman. Ja, nou, dat is jouw naam. Mijn naam is Alfred Meurs, mijn artiestnaam is de Watchman. Ja, en nu heb je twee jaar geleden, of een jaar geleden, heb jij een No Blues gemaakt. No Blues is een project waar ik in verzeil ben geraakt, wat behelst een samenwerking tussen mij, een Arabier en een Apeldoornse bassist. Ook een soort mens. En wij zijn drie dagen bij elkaar gezet om te kijken of die Arabisch-Westerse fusion tot mooie muziek kon leiden. En dat hebben we gedaan. Met als verplichting na drie dagen optreden, dus als we het aangingen moesten we optreden, dat hebben we gedaan. Dat hele initiatief zit nu al in de alternatieve sferen, maar dus men dacht dat wij met wat alternatief gefreubel op de planken zouden komen, maar dan hebben we gewoon 9 goede songs gemaakt en die scoren. En die zijn op cd? Ja. Want ik heb gehoord, dames en heren, dat is echt te gek. Ik heb het zelf niet gehoord. Maar ik heb het gehoord van iemand die erbij is geweest, die zo geïnspireerd aan het vertellen was daarover, dat ik dacht, dat moeten jullie weten. No Blues, daar moet je in ieder geval heel erg op gaan letten en gaan kopen. En hier is nog een cd van Ad van Meurs en zijn vrouw. En je gaat nog een nummer voor ons spelen. Ja. En, oh nee, ik wilde nog heel even dat No Blues, hè? Ja. Dat gaat jou een beetje inhalen. Hè? Ja, zo zie ik het niet, want zonder Watchmen geen No Blues. Oké, want het zijn twee verschillende dingen. Mag ik iets vragen? Die club, Frits Philips, heeft die een naam? Als ze me presenteert.
Oké, en noem eens wat namen van grote mensen die daar komen. Oh, nou ja, morgen komt dus Bart Wagemans trio. In januari komt de grote Chris Smither. Mag helemaal niemand. De Chris Smither? De Chris Smither. Wauw. Mark Rally voor de Insiders. Het is wel een beetje een insidersclub natuurlijk. Het is muziek voor muziekliefhebbers die daarmee bezig zijn. Het is echte muziek. Het is een tikje sectarisch, maar wat ik heb. Oh, oké. Okay. Wicked. Hey, Ad, jij gaat een nummer spelen nog. Ja. En dat heeft iets te maken met een kleinkind. Er is, nou ja, op die cd die ik gemaakt heb, staan nummers op. Die schrijf ik en men probeert toch iets relevants te schrijven. Dus na 30 jaar seks, drugs, rock en roll geveinsd te hebben, dacht ik, laat ik nu maar eens schrijven of iets waar ik wel verstand van heb. En ja, ik heb een kleinkind, maar dat is helemaal. Want volgens mij heeft hier heel veel mensen, hebben hier veel mensen. Wie heeft allemaal een kleinkind? Met schaamte. Oh nee. Maar was het ook voorspellend? Ook? Wat zei? Was het ook een voorspellend? Dat het eerst hebt geschreven en toen kreeg je. Nee, het is eerst. Het was dat kind van deze keer. Oh, okay. Ik moest er iedere maand op passen, dus dan komt het vanzelf, die inspiratie. Oké. Okay. Ja. Nou, Ad, ja. Heel veel succes met wat je nu gaat doen. Dank je. Dames en heren, onze zangeres blijft waar ze staat. Helaas, Sinterklaas. Het is ook cool, dus niks aan zin vandaag. Zij heeft aan deze serie bijgedragen. Ja. Mathieu Kleine. Yeah. En drums als altijd, John Maasakkers. Dit was het weer, Steyr. Wat ga je volgend jaar anders doen dan dit jaar? Oké, ik kom. We zien elkaar bij de volgende stem. Wel thuis, bedankt voor jullie komst en tot ziens.